Jeffrey Lemmeke, Bessie. Ja, hoe voelde het gelijke spel ten opzichte van afgelopen zondag? Nou, beter. We hebben denk ik beter gevoetbald. We zijn een strijd aangegaan en dat is een stuk beter dan wat we afgelopen zondag hebben laten zien. En daar moet je de positieve van uithalen en daarmee doorgaan. We hebben gelukkig niet verloren. We hadden natuurlijk willen winnen, natuurlijk, want dat zijn de punten die we nodig hebben. Alleen ja, als je met 10 man dan komt, dan moet je blij zijn dat je die punten binnen kan houden. En dat hebben we goed gedaan, denk ik. Ja, met 10 man, hè? Ja, inderdaad, met 10 man is altijd lastig. Dan, ja, je probeert voor de overwinning te gaan. Alleen ja, dan moet je natuurlijk uitkijken dat je geen ruimtes achterin achterlaat. Natuurlijk. En ja, dat hebben we denk ik tot op het einde goed gedaan, denk ik. Vond je het terecht, de tweede gele kaart? Wat je kon zien? Nou ja, het is een stevig duel en hij kan hem geven, hij kan hem niet geven. En dat is aan de scheidsrechter. Ik ben geen scheidsrechter. Ik had liever dat hij hem niet had gegeven natuurlijk. Alleen hij geeft hem en ja, daar moet je meteen op reageren. En dat hebben we denk ik goed gedaan. Jij weet als geen ander hoe het is om onderin te voetballen. Tenminste qua plekken. Hè. Twee keer geleden bij Vitesse ja, stonden heel anders. Hoe is dat, Jeffrey? Gewoon zulke wedstrijden spelen als je zo laag staat. Met die druk, alles eromheen, supporters maken ze zorgen. Nou, in principe gaan wij als groep daar wel denk ik goed mee om, want we weten wat we kunnen. En we hebben kwaliteiten genoeg in het team zitten. En dat hebben we denk ik na de winterstop en eigenlijk voor de winterstop een aantal wedstrijden al laten zien wat we kunnen. En daar willen we verder mee gaan. En zoals de wedstrijd van afgelopen weekend, Go Ahead Eagles was een incident. We hebben het vandaag denk ik qua voetballen en qua strijd en energie hebben we denk ik goed gemaakt. En daar moeten we mee verder en daarmee gaan we het ook redden. Denk je dan dat je bijvoorbeeld in de Kuip aanstaande zaterdag een wat makkelijker wedstrijd krijgt, omdat je misschien ook weer aan voetballen toekomt? Nou ja, je weet dat je daar kan voetballen en dat is ook wat wij graag willen. En dat is denk ik ook wel iets wat we kunnen doen daar. En alleen je moet daar ook natuurlijk de strijd aan gaan. Je moet daar duels winnen, je moet je veel energie en strijd geven. En dan kom je voetballend komen er denk ik wel goed uit daar. Dat is lastig hè, in deze situatie zitten. Het is niet fijn, nee. Alleen ja, daar moet je mee handelen en dat moeten wij nu doen. We staan daar en het is niet anders. En we moeten gewoon ons hoofd koel houden en ja, doen wat we goed kunnen en dat gaan we zeker doen. Je bent er altijd voor overtuigd geweest dat NEC erin blijft, nog steeds? Ik ben nog steeds positief, ik blijf positief en we spreken na het eind van het seizoen elkaar en dan weet je wat ik bedoel.